Hoi, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe boodschappenshoplog. Ik ben Marlies en ik ga wel zien wat we de hele week gaan eten. Nou, doe ik normaal gesproken de boodschappen op donderdag en zodat ik je op vrijdag ga laten zien. Maar met de kerst en met oud en nieuw laat alles een beetje in de war. Ik heb natuurlijk vorige week, was het eerste en tweede kerst. En toen heb ik de boodschappen besteld bij Jumbo op maandag en gelijk tot en met vandaag. Zodat ik vandaag een nieuwe boodschap moet doen. Vandaag is het dinsdag, vandaag is het oudjaarsdag. Zodat ik vandaag de boodschappen kan doen tot en met volgende week dinsdag, zodat ik dinsdag mijn boodschap weer kan ophalen en de spullen bij de Jumbo kan inleveren. En dan doe ik het voor 2-3 dagen, zodat ik dan weer donderdag mijn boodschap kan doen. Dan loop ik terug op schema. Snap je het nog? Dat om niet van ons genoeg is, hebben wij ook een samengesteld gezin. En dat betekent dat we normaal gesproken best wel veel boodschap nodig hebben, omdat we dan met 2 volwassenen en 2 tot 4 kinderen zijn. Nu niet. Nu zijn we namelijk bijna de hele week met ons tweeën, behalve... eigenlijk komen mijn kinderen zaterdag weer terug. Het valt best mee. Ze komen zaterdag, zondag, maandag zijn die weer terug. Dan zijn we met 2 volwassenen en 2 kinderen. En dan nu nog 3. Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. 4 dagen met 2 volwassenen. Waarvan ik er 2 aan avonddienst heb. Dus dan eet ik altijd heel makkelijk, neem ik ook mee. Dus veel vandaag allemaal mee met de boodschappen. Als deze video leuk vindt, dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Want ik post dus mijn boodschappen iedere vrijdag. En dan gaan we beginnen met de boodschappen. Allereerst heb ik hier de bonnetje neergelegd, want ik vergeet het iedere keer te laten zien. Maar dit zijn alle boodschappen van de Lidl. Dat is ook allemaal wat hier zo nu staat. En het was €59,19 en dat was €2,25 nog aan ingeleverde flessen. Want we hadden natuurlijk met de kerst en alles veel visite, dus ik had echt wat flessen in te leveren. Al met al is mijn doel altijd om rond de €100 te blijven voor alle boodschappen. Dus dat is ook inclusief het brood. Nou ja, dan is €60 echt niet slecht, aangezien we hier toch wel een hele week van gaan eten. Nou, we beginnen met dat we dan vanavond gaan eten. Pascal die wilde graag een keer spaghetti eten. Ik weet niet zo goed waarom je dat als uitersavond eten wil hebben, maar hij wilde het. Dus voilà. Dus ik heb gewoon even simpel voor mezelf saus gehaald. Deze waren 30% goedkoper. Dus ideaal. Lekker wat gehakt. Waarschijnlijk hou ik nog wat van over wat ik kan invriezen en eventueel kan meenemen. Of misschien wel niet. Kijk even. Pascal die vroeg ook of dat hij dan een funky pizza mocht als ik naar mijn werk ben. Want we hebben nog wel wat eten staan dat hij eerst ook kan ophangen. Maar dit is toch wel heel makkelijk. Dus ik dacht, doen we even speciaal. De gewone van de Lidl vinden we allebei niet zo heel erg te eten. Dus een chef select. Ik ben benieuwd hoe die smaakt. We eten dan als de kinderen terug zijn. En op zondag denk ik bagages, vlees, spekbonen en aardappelpakketjes. Die heb ik nog in de vriezer liggen. Zelf neem ik dan een boerensalade mee naar mijn werk. Ik denk dat ik deze gewoon door midden doe. Want ik vind dit nogal erg veel. En ik heb een gewone sla. Dus doe ik dat door midden. En dan doe ik er iets van vlees waar het nog een keer over was. Of eitje gekookt of iets. En dan heb ik ook wat te eten. En dan eten we zaterdag eten we altijd friet. En dan eten we maandag de groene curry. Lekker met wat rijst. En kip. Dus dat is dan een maaltje. En dan zijn we alweer de hele week rond. Zo. Dus hier kan ik 2 keer van eten. Pascal eet hier 1 keer van. Maar dus, oh, en weet ik nog een keer lasagne. Dat eten we morgenavond zeker. Denk ik. Zullen we nog in de vriezer. En dan nu het beleg. Even wat extra boterhammorsen als de kinderen weer terug zijn. En Pascal die gaat vanaf volgende week weer fulltime werken. Dat je ook tussen de middag niet meer thuis eet. Dus even wat grillworst op voorraad gehaald. Ik wil je meer kennen voor de komende dagen. Ik had nog boter op voorraad nodig en de laatste fles friet is opengegaan, dus die heb ik ook op voorraad gekocht. Net als de kaas, we hebben geloof ik nog zo'n half blok, maar het gaat altijd hard zat. Er liggen hier achter nog tomaatjes stop, zie ik. Ik heb eigenlijk niet daar, maar goed. Van die brioche-broodjes, jong beleg kaas. Gewone boterham voor de kinderen, extra vuilniszak, want ik liep er langs en ik wist niet meer hoeveel vuilniszak we nog hadden. Nou, tomaatjes inderdaad, voor bij een eitje of bij mijn salade of wat dan ook. Cheese dippers. Hagelslag extra, peertjes, dan zag ik wel dat deze allemaal niet meer lekker was, maar goed, hè. Mandarijntjes, voor de Boris, sticks, flesjes water van mijn werk en flesjes Saskia. En ik denk dat we echt dan heel eentje zijn, want we hebben best nog wel het een en ander ook over van kerst. Dus dat is eigenlijk waar we de komende 7 dagen mee aan de slag gaan. Dan ga ik volgende week de kleine boodschappen halen bij de Jumbo en dan weer de grote boodschappen bij de Lidl. Dus maar dat is eigenlijk vooral dat ik de flessen kan inleveren die ik bij de Jumbo heb gehaald, omdat ik een aantal dingen voor de Jumbo nodig had voor kerst. En dat is ook zo'n kraft en allemaal zo'n dingetjes. Dus dan kan dat allemaal weer gewoon lekker ingeleverd worden. Helemaal super. Oh, mocht jij eigenlijk afvragen waarom ik voor een auto nieuw geen oliebol of wassen dingen heb gekocht. Die heb ik namelijk bij het winkeltje gekocht. Een kraam. Voor, in de buurt van de Albert Heijn. Van de Albert Heijn. Ik wil terug van Lidl ben ik naartoe geweest. Ik heb 10 appelflappen. Heel veel. En 10 oliebollen. Echt als je het zou kunnen ruiken. Oh, lekker.
Maar het was eigenlijk, ik heb helemaal niet zoveel nodig. Want het was eigenlijk goedkoper om het gewoon per 10 te doen, zoals de aanbieding was, dan om de losse aantallen te doen. Dus dat is ook gewoon helemaal voorzien voor oud en nieuw. En dat was dan bij elkaar 14 euro. Dus blijf ik ruim onder budget. Dat was het wel bij deze video. Ik hoop dat je het leuk vond. Als dat was gedaan, deze video een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Wil je meer boodschappen zo blogjes zien, dan doe ik hier de playlist. En hier die van vorige week. En dan hier op het YouTube abonneren. Als je dat nog niet bent, doe dat dan vooral. En dan zie ik jullie in de volgende video. Doeg! Even when my teardrops start to dry, and even when the sun begins to shine.